Ik ben Danielle. Ik werk bij het raamwerk Strandwal 51 als begeleider. Op de Strandwal wonen dus cliënten met syndroom van Down en Alzheimer. Die hebben vaak veel verzorging nodig, soms ook begeleiding. Het komt ook voor dat cliënten dus in korte tijd snel achteruit gaan, waardoor wij als team dus de zorg en begeleiding heel erg af moeten stemmen op de cliënt. We werken dus ook erg cliëntgericht in samenwerking met andere disciplines. Ik ben Marta Zonneveld en ik woon op de veranda. Zelfstandig betekent dat ik boodschappen doe en ik maak mezelf mijn eten klaar en mijn koffie doe ik zelf, thee zet ik zelf en als ik trek heb in de limonade maak ik het ook zelf. Ik werk 3 dagdelen en daar zet ik koffie, thee, limonade en ik dek de tafels. Ik ben Gerrit Brouwer en ik woon op de Johan Dijkstraat 37. En ik heb het erg naar mijn zin hier. Ik heb een lekker appartementje. Ik kan lekker tv kijken, computeren. Alleen zijn is wel leuk, maar ook wel eens een keer ook onder de mensen. Dus ik zal ook nooit zelf willen koken, want ik vind het ook niet gezellig om alleen te eten. En het steunpunt dat is gewoon gezelligheid dat was het weer. Ik zorg eerst dat ze hier passend werk krijgen, dus ik zorg ervoor dat ze eigenlijk op hun kwaliteiten worden benut en ook de werkzaamheden kunnen doen waar ze goed in zijn. En op hun eigen tempo. Het leuke is dat hier zijn we nu 4 jaar aan het werk. En er is echt een ontwikkeling qua vaardigheden. Ik zie onze mensen daarvan genieten. En ik zie ook de klanten daarvan genieten. En eigenlijk zijn we daar bezig als een helpende hand. En voeren we vaardigheden uit. En eigenlijk wordt het meer als... Als we als middel gebruikt om met elkaar in contact te komen.